In deze aflevering van Backpackers... Happy birthday to you! Zuider! Wat snap heeft die bier gekomen zijn, man? Dit is dus het volk op dit moment zijn. Goedemorgen jongens en meisjes bij dag nummer 2 van onze roadtrip. Wij gaan lekker ontbijten, want daarvoor hebben we ook betaald natuurlijk. En daarna gaan we dit hostel verlaten. En dan gaan we naar onze eerste couchsurfing host van mijn allereerste leven. Wat ga ik doen? Daar smakelijk alvast. Jongens, ik zeg altijd jongens, hè. Dit is echt zo hard op dit moment. Hier zijn die glazen gewoon gemaakt om hier een hostje te nemen. Wat denk je dat Alwin doet? Nee. Ik kon gewoon een grote beter. Ik kreeg gewoon een mok. Zo doen we dat. Ja, het zit er, gaat erop zitten, jongens. Onze eerste nacht. Zit op in dit hostel. Ik ga de bitch. Hi. Ik ga dit bitch niet zomaar vergeten, maar wij gaan dadelijk zometeen weg. Dus laten we even voorstellen aan deze gast. We just finished our stayment here and look at who bumped into my old teacher. It's good to see you, man. It's yeah, good to see you. Good, always good. The same. I came in for the first time, she was looking at and I was like, oh man, I'm back where it all started. At 1 month no, I was here. A bit different knowledge. I know. Now I'm more mature, I think. Yeah. So. Okay, jongens, dus mochten jullie dat niet verstaan hebben, dit is mijn oude leerkracht Flavius. Hij is van Roemenië. Maar ja, het is fantastisch om terug te komen in home, omdat dit is zo. Ik heb het al gezegd, jongen, dit is zo'n fantastische herinnering. Maar goed. Maar goed, dat was mijn Dutch. Maar goed. Ik kan speak Dutch, man. Ja, want Nederlands is ook helemaal niet zo moeilijk, hè? Eerst even al, we staan uit ons hostel. Je moet even het hostel ook filmen. Je moet even het hostel ook filmen. Want dit zijn. Dit zijn natuurlijk ook de herinneringen die ik heb aan hostel. Gewoon dat ik hier tijd gezeten. Ik heb het al zo vaak gezegd. Misschien wordt het een beetje saai. Maar wij gaan nu naar onze tweede host, Laura. Laura is de naam van onze tweede host. Fantastische meid uit België. Maar ze woont in Londen. Ze spreekt ook liefst gewoon Engels. En wij gaan het gewoon doen nu, jongens. Maar je moet even kijken. Wacht, ik ga mijn telefoon pakken. Ja, waar is die nou, Alwin? Ik ga naar haar sturen. We komen er nu aan. Oké, ben je benieuwd hoe lang het duurt? 20 minuten. Oké, ik gok meer. Oh, dan zijn we niet ver. Oh, wel. 25 minuten. Wat wordt de tube? Ja. Wordt zwart rijden dan, man? Ik heb geen geld. Je hebt dat tientje, maar dat wil ik ook liever houden. Ja, maar dat is ons laatste geld, snap je? Inderdaad. Terwijl Alwin zijn beste voorstelskills laat zien, is het misschien best slim om een plan te gaan bedenken, gasten. Ik sta vandaag langs deze fantastische gasten. Kijk even, hij is lang als ik zelf. Ik ben 2 meter 7. Maar deze gast is 2,20. En ik heb net even gevraagd of hij ons verder heeft met de underground. Hij heeft er geen geld bij, maar we kunnen wel lunchen. Maar this guy, thanks for that, man. Thanks for the lunch. Really appreciate pound, that. Yeah. Although you couldn't give us a pound, this is really appreciated. No, it's I fine. I love it. I saw you walking and was like, that's my home. You gotta talk there. Exactly. Wow, amazing. Have you been to a place called Nando's? Cheeky Nando's. Well, I heard about it, but I never did it. How old are you, first of all? 22. You're not 22. You're Today joking. Is my 22nd birthday. Wow. How old do you think I am? Mate, you look 30 or something. Why does everybody say that? I feel like you look older than me. Because my beard and my lip, my eyes. He's just a mystery. Exactly. I have no idea. I'm a mystery. Dit is wat ik bedoel met de reizen, jongens. Je ziet mensen, drie mensen kennen. Dit is gewoon prachtig. Laten we het gaan eten. Denk maar. Give a proper. Oh, jongens, dit voelt zo goed. Dit voelt zo. Ik word er gewoon emotioneel van. Deze gast is zo aardig voor ons. You're so kind for us, man. It's my birthday. I should be generous. Yeah. But I have nobody to spend it with, and you guys are like nice guys. So. Thank you very much. It's also a good reason, but yeah. I feel bad. I already said it to him. Like I asked for him for money on his birthday. I was like, oh shit. I knew that. So I ga hem een trui geven van 3-dubbel. Gewoon eens aan aandenken. En we gaan nu lekker eten bij 5 Guys. Ook al zijn we maar met 3. Although we are with 3, it's 5. Oh, they are starting to get my humor, man. I like it. I get it. So, because it's his birthday, we should sing a song. I just realized that we're like the same height sitting down. Yeah, it is, man. That's so, actually really funny. Nilan, give it a go.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear American. Happy birthday to you. Thank you. And because it's his birthday, I got a little surprise for him because he gave us this fantastic meal. But I was like, I want to give him something back for his birthday. So, and we got ourselves a 3XL sweater. Although it's in this size, it's just for the memory. Still declined. I can wear it as a crop top. Show off my figure. I want to give it to you for your birthday. Thank you. Thank you so much. It's for the meal, man. I think that's a good deal. Is it a meal? Yeah, I will. You should wear it now. Just wear it now? Just show it. London's latest fashion icon. Well, you got it. Approved. D-Dribble approved, man. D-Dribble approved. Yes, so that's your... Well, actually, you're feeling cool, man. Yeah, I can rock it. Wij gaan dadelijk naar de Unicard. Ik wil deze fantastische gast bedanken, want we hebben weer fantastisch af en toe beleefd. Ik ga mijn tas even inpakken. Dat is goed, man. Peace. Alright, back to the city center of London. The weather was amazing. I feel American because I got an American. Wij gaan nu een ticket scoren naar de Underground, want daar moeten we uit de zonde wel heen. En we hebben ook... gratis pindas. Pindas, ik ga even vragen. Can you say it in Dutch? What? Pindas. Pindas? Oké. Okay. Man. Why is everybody so good in Dutch? I'm like, oh. So similar to English. Ik zou bij deze fantastische meiden hier, omdat we eigenlijk helemaal geld hebben voor een ticket. Maar deze mensen gaan ons helpen. This girl's gonna help me with some coins. And I'm really thankful for that, because otherwise we wouldn't go anyway. Further. Thank you very much, so thankful. You're welcome. So, no worries. All right. Oh my days. Oh, there we my go. So and there's amazing. A couple pounds there. Oh my days. En als er één ding is waar Alwin goed in is, dan zijn het toch wel de meiden. Thank you very much. It's okay. You're so tall. We hebben van deze prachtige dames gewoon echt enorm veel gekeken. Ik ben zo dankbaar. En je kan je zeggen, Alwin, eigenlijk met $6 heb je toch, of $6, 6 pond is eigenlijk nog niks, maar we hebben 6 pond. Ik weet niet hoeveel dat is, maar het is tenminste wel weer iets. Wat ik voorstel is dat wij eerst vooral gaan kijken hoe duur een ticket is, want we moeten eigenlijk naar die meid toe. Zij verwacht ons nu. Dan gaan we eigenlijk naar een andere tube station. Ja. Ik denk dat dat het beste is. Want het is je veel te druk. Stervensdruk is het hier. Waar zijn we, man? In de tube? We zijn weer in de tube. Het voelt alsof ik weer in deze wereld van gisteren. We hebben een treinkaartje gescoord. Ja. Ik weet niet waar, ik ben het weer vergeten. Weet jij het nog? Chadwell. Ja, inderdaad, Chadwell. Dus we moeten één keer overstappen nog. En dan kunnen we naar onze fantastische gastvrouw Laura. Zin om Laura te ontmoeten? Ja, man. Ik wil even nog een speciale shout geven naar Milan, omdat hij steeds filmt. Ook al is de situatie moeilijk voor je. Dus wil je zijn video's ook kijken? Geloof me, jongens, geef die gast een kans. Check zijn kanaal in de beschrijving en op het einde van de video. Kijk zijn video's en abonneer, hij verdient het. Die moeten we hebben, jongens. Daar lopen ze dan, hoor. Stelletje toeristen. De lijn die we moeten hebben, ja, we staan goed, we staan goed. Dus dan gaan we nu, van het station waar we nu zijn, gaan we naar Pain. En daarna 4 stops. Oh, daar staat hij ook. Waarom keken we daar? Maar goed. En van Bank gaan we naar Bank Station. En dan nemen we van Bank Station naar Shadow DLR Station. En daar moeten we eruit. En dan is het nog 6 minuten lopen. Komen we er wel. Ja, we komen. Alles gaat op rolletjes, jongens. We zijn er! Hoppa, deel 2 van onze route gaat hier beginnen, jongens. Gaat zich hier ook afspelen. Onze lieve schat Laura komt er nu aan. En zij gaat als host hier. Een prachtige. Het ziet er wel hartstikke mooi uit. Heel leuk uit. Plus, wat er nog mooier uitziet, is dat uitzicht. Kijk daar die torens gewoon. Dat... Ja. Maar ik ben dan heel blij. Maar ik ben nu heel benieuwd wie Laura is. Ja, we gaan haar leren kennen vandaag. There she is! Dag lieverd, hoe is het? Milan, cameraman. Je hebt je wel goed verstopt, hè? Uh-oh. Ja, boys. Dadelijk heb je helemaal geen plaats om te slapen. Oh no. I'm in everything. Wat heb ik hier op te zeggen? Ik zeg heel erg mijn voeten zijn naar de kloten. Dat wel.
Maar we zijn vandaag bij... Bij... Laura! Dit is Laura huis. We hebben nog iemand anders, maar jongens, kijk even hoe prachtig het is. Ik kom even zeker mee naar het uitzicht wat we hier hebben. Alweer maar zijn gehoopt of is van hier te Tokio, maar... Dit is wel even de moeite waard om te bekijken. Niet normaal, jongens. Echt, dit is ook de reden waarom... Waarom we dit met z'n tweeën doen. Kijk even daar. Ja, jongens, echt. We hebben net even wat leuke inkopen gedaan. Dit is zo'n prachtig uitzicht, jongens. Dit is ook de voornaamste reden waarom je in Londen zou willen wonen. Gewoon voor dit. Welkom terug bij het nieuwe deel van de aflevering. Wij zijn onderweg voor Laura, want zij moest nog wat spulletjes regelen. Maar ze vertrouwde ons niet. Ik heb net even... Ja, ze vertrouwde ons niet, maar... Wat ik eigenlijk ook wel snap, want wij zijn niet te vertrouwen. Hey, ik heb net even op Google Maps gekeken hoe ver de Tower Bridge was. En het was eigenlijk een kwartier lopen. Dus, andere woorden, kunnen we wel even heen gaan vanavond? Veel plezier. Fuck je Ambi dan. Nou oké, Almen, vertel even wat er gaat gebeuren. Nou, omdat Laura voor ons een prachtige stekkie heeft, had ik het idee om wat terug te doen. Dit is wel van Laura. Als ze open krijgt tenminste. Want... Oké, oh hij gaat hier open, goed zo, dan kan ze het nog niet zien. Ik heb, als het goed is, even kijken hoor. Als het goed is, hè, dus dat begint het al. Ja, oké, ik heb hier twee shirtjes nog, van 3-dubbel. Oh, 3. Kijk, dan kan ze nog kiezen zelfs. 3-dubbel. En ik dacht, weet je, misschien wil ze nog wel een leuk shirt. Deze, zwart of wit. Het is wel ziek, dit is mijn maat eigenlijk. Dus, misschien kan ik het als pyjama gebruiken. Zie je? Oh. Dat is een mooie shirt, maar... Ja, ik denk dat gewoon wit niet. Okay, ik vind wit ook het mooiste. Wat een witte jongen. Dus, we hebben nog deze jongens over. Ik weet niet of die ik ga houden. Dit zijn de originele die wij ook destijds droegen. Maar zou je die willen kopen, dan kan je gewoon een DM sturen naar me. Of we gaan deze nog weggeven. En in onze trip nog. We gaan wel kijken wie we tegenkomen. Wat is hij toch ook vrijgevig, die Alwin, hè? Wat zo, baby, wie? Kom inside, man. Yo, yo, check this out. First of all, this is the bag, bro. Have a look. Kom verder naar de woonkamer. Kijk eens. This is where the magic happens. Mijn koffer. 1. Waar we slapen. 2. Onze prachtelijke hostess. 3. Die verslaven zijn wij. 4. Dus dat was ongeveer onze inventaris van MTV Kids. Was het goed, jongens? Ik weet het niet. Alleen de muziek was goed. Weet ik wel een gast om MTV Kids te spelen? Ik weet het niet. Maar nee, ik denk het niet. Want dit is letterlijk wat we nu doen, jongens. Je hebt ook geen eigen huis, dus. Nee. Ik doe alsof ik een eigen huis heb, maar dat heb ik helemaal niet. Dit is dus hoe broken we op dit moment zijn. Dit is echt letterlijk wat we nu doen. Nou, even serieus. Ik heb nog gewoon ons noodbudget op een pinpas, maar... We hebben wel veel gekregen eigenlijk, om eerlijk te zijn. Van die Amerikaan vandaag. Ja, maar vooral van die meisjes. Ook van die meiden, die waren heel aardig. En ja, ik weet niet hoeveel dit is, maar dat gaan we nog wel uitrekenen. Okay. Eigenlijk is dit ook iets wat ik, als ik nu gewoon de kamer af zou staan, zou ik dit ook gewoon doen eigenlijk. Dus dit is ook letterlijk hoe ik ben, jongens. Van muziek luisteren. Ook gewoon als je op de wc zit. Inderdaad. En Milan zei dus, gast, doe je de muziek nu zo uit? Ja, weet je, dat is echt iets mij om gaande te houden. Dat ik gewoon steeds blijf gaan. Weet niet. Mijn moeder zegt altijd dat het goed kan dansen, maar ik weet niet of dat echt zo is. Denk jij? Laat het in de comments weten, nee, ik wil je niet kwetsen, man. Big, get out of the way, man. Ja, de jongens voelen zich nu al thuis. Wat staat er nog meer op de planning, boys? Het is een beetje pittig geworden, jongens, omdat ons noodbudget nu zo krap wordt dat we eigenlijk moeten zeggen van ja, we moeten wel uitkijken wat we kopen natuurlijk. En wij willen echt met z'n tweeën echt helemaal niet aan het noodbudget komen, want ja, dat is echt voor noodsituaties. Hè? Mocht je geen slaapplek hebben of mocht het echt geen eten zijn. Nu hebben we nog gewoon die 6 pond van die prachtige dames net nog van de underground. En die gaan we ook heel netjes gebruiken en dat komt heel nuttig uit eigenlijk.
We waren van plan eigenlijk om FI sturen. We hebben het over gehad. Ik weet niet, Laura vertelt ons dat er FI's, wacht even, blijf even stilstaan. Een FI's ongeveer, wat was het? Twee pond. Twee pond was. Dat 24 uur. Dat, ja? Dan gaan we sowieso FI's nemen. Sowieso. Want, zoals ik al zei, de touwbrit is hier een kwartier vandaan. Dus, hey, hallo gasten, ik bedoel, dan kunnen we gewoon even lekker rondfietsen. Reden waarom ik samen met Milan nu toevallig aan het reizen ben, jongens, dus om dit soort dingen te zien. Natuurlijk is het niet altijd makkelijk het reizen, omdat we dan met weinig geld zitten. Maar met dit uitzicht, ja, het is gewoon genieten, man. Dit is echt genieten van mij. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja. Dit is voor mij echt genieten. Ja, een prachtig uitzicht is het zeker. Dat ik zelfs toegeef. Nou, Alman, eigenlijk heb ik ook nog een paar vragen voor jou, man. Ja. Qua YouTube gericht en ook over jouw leven en zo. Wat denk je van jezelf? Denk je dat je echt nog wat groots gaat bereiken met YouTube? Of? Ja. Hoe zie je jezelf over een aantal jaar? Nou, ik hoop, dat heb ik tegen mezelf ook gezegd, dat ik echt kan zeggen dat ik 100.000 abonnees kan bereiken. Dus een playbutton, maar ook echt fulltime YouTuber ben. Ja, ik zie mezelf dat ook wel kunnen. Ik heb natuurlijk al begin heel veel geïnvesteerd en. Ik denk persoonlijk wel dat ik het kan. Natuurlijk, mensen hebben daar een eigen idee over, maar ik zie mezelf dat wel doen. Wat vind je ervan dat mensen bijvoorbeeld haat hebben op jouw video's? Of nou, je video dislike of ja, van? Nee, ik snap wat je bedoelt. Kijk, als ik een video kijk, dan heb ik ook altijd een mening over een video. En ik denk dat dislikes, het wordt een beetje misbruikt, maar... Weet je, je video moet al heel slecht zijn of je moet al iemand heel ernstig haten om een dislike te geven natuurlijk. Maar ik vind haat in het algemeen, om daarop te antwoorden, vind ik... Ik ga er in het algemeen wel goed mee om. Weet je, ik lees het wel. Ik lees elke YouTube comment, jongens, daar niet van. Maar op haat ga ik ook niet reageren. Nee, ik houd het voor mezelf. Ik weet wat ik aan mezelf heb en ik ga gewoon lekker verder. Is er iets wat je nog wilt doen voor YouTube? Waarvan je zegt van dat staat echt nog zeker op mijn bucketlist. Dat... 100%. Dat is deze roadtrip die we nu doen in Amerika doen. Door het hele land. Ik heb tegen mijn moeder gezegd, ik wil daar gaan studeren. In combinatie met YouTube, maar goed, dat zien we wel verlaten. Eerst focus op video's maken, maar dat is wel echt iets voor mijn bucketlist. Als je iets kon veranderen aan je leven op dit moment, wat zou het zijn als je de tijd terug kon draaien, wat zou je dan doen? Als ik de tijd terug kon draaien, zou ik willen dat mijn vader nog zou leven. Dat ik kon zien wat hij zou doen, wat mijn moeder nu meemaakt. En of hij ook hetzelfde zou reageren. Of hij mij zou steunen, 1. Of die mij klappen zou geven, 2. Elke keer komt het wel eens een keer van, mijn vader is er echt niet meer. Dat is echt de keiharde waarheid, elke keer opnieuw. Je krijgt nu van mij, stel hè, niet dat het echt gaat gebeuren. Ja. Krijg je nu van mij 5000 euro. Ja. Wat is het eerste wat je gaat doen? Vliegtuigen naar Los Angeles boeken. Dus je en gaat gewoon je droom waarheid maken. Ja. En een drone kopen, denk ik. Als je mijn vlogkanaal volgt. Link in de beschrijving. Dan weet je dat ik altijd al een droom wou. En ja, ik zou toch met 5000 euro even een droom kopen en naar Amerika gaan. Je mag nu iemand meeten, iets gaan doen, whatever you want. Wat zou dat zijn? Is dat met een bekend persoon of met een YouTuber? Wat jij wilt. Je mag nu iets gaan doen met iemand of met wat dan ook, wat je ook wil. Dat is een heel goede vraag. Hey, weet je waarom ik in Londen ben? Zou ik met Jason Statham een scène willen schieten in Fast and Furious? Ik weet niet waarom. Ik weet niet waarom ik dit heb, maar... De laatste tijd heb ik echt heel veel passie voor acteurwereld gekregen en ik weet niet of ik het ooit ga doen, misschien wel als de kans ertoe leidt, maar ja, ik zou toch wel eens een, weet je met de acteurs van Fast and Furious, Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham gewoon een keer een leuke scène maken. Tweede aflevering van Backpackers zit er weer op, jongens. De reden waarom ik zo fluister is dat hier onze host al slaapt en ik wil heel goed voor die mensen zijn. Plus, we hebben een leuk, ja, ik hoef dat niet om die of die om die zomer. Die staat eigenlijk in het Engels dat we hun eigenlijk zouden wakker moeten maken. En ook dit weer is weer zo'n perfecte reden waarom ik met Milan deze serie heb gedaan om dit te krijgen. Die band met mensen, dat is zo mooi. Ik heb nu al gewoon tranen in mijn ogen om te zeggen dat ik van deze mensen...
vertellen. Dat meen ik echt. Ook, man. Maar in ieder geval, jongens. Mocht je deze video leuk vinden en mocht je heel deze serie leuk vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Hopelijk kunnen we op deze video 450 likes halen. En abonneer als je nog nieuw bent op dit kanaal. Abonneer ook op Milan. Alles staat in de beschrijving. Ik heb dat 3 keer gezegd. Dus waarschijnlijk ben je al 3 keer geabonneerd op Milan. Maar hoe dan ook. Ik ga lekker slapen. Morgen. Of ja. Eigenlijk binnenkort komt hier een nieuwe aflevering van Backpackers deel 3. Slaap lekker. Au revoir.